Ja, dansen kan zo fijn zijn. We moeten meer dansen, mensen, al is het maar in de keuken of zo. Maakt niet uit waar. Manon Kroeze, cabaretière en schrijfster. Klopt, welkom, wat goed dat je er bent. Je hebt een boek meegenomen dat jij zelf hebt geschreven. Dat klopt. Rudy hoort er ook nog bij. We gaan het gewoon in koor zeggen. Dat Vertel, waar gaat Rudy hoort er ook nog bij over en waarom heb jij dat geschreven? Ja, ik heb het boek vorig jaar september heb ik het uitgebracht. En ik ben afgestudeerd cabaretière bij de Koningstheater Academie. En ik was ontzettend bang voor dat zwarte gat. Dat was, ik had 8 jaar gestudeerd. Ik had daarvoor nog acteursopleiding gedaan. En ik dacht van ja, nu moet ik het gaan doen. Het zwarte gat is in, nu word ik werkloos en zitten ze niet op mij te wachten. Ja, dat was mijn idee. Dus ik dacht, ik ga alles aanpakken wat ik kan aanpakken. Nou ja. En toen ben ik eigenlijk via ben ik erin gerold om muzikaal begeleider te zijn bij een kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie. Bij een soort zorgboerderijtje. Ja. En toen kwam ik daar binnen en toen kwam ik echt in een soort van wereld van chaos terecht, waarvan ik dacht, hier moet ik echt wat mee. Op cultuurvlak dan. En ik dacht echt van, ja, er zijn zoveel mensen onbegrepen en er is gewoon zoveel mensonterendheid. Ik bedoel, dat zie je nu ook vooral in deze tijd heel erg. Dan komt het er helemaal uit. En daarom dacht ik schrijf een boek, want ja, ik ben jong. Ik kijk anders op de situatie, denk ik. En ik ben cabaretière, dus ik kan het ook met een luchtigheid kan ik het relativeren. Daarom kwam dat boek tevoorschijn eigenlijk. Het is een luchtig boek geworden. Ja. Over een iets minder luchtig onderwerp. Ja, precies. Ja. En wat is dan de crux van je boek? Ik bedoel, zijn het columns? Is het een roman? Is het een verhaal? Nee, het is een autobiografisch roman. Het gaat over Rudy. En Rudy heb ik eigenlijk ontmoet daar bij de dagbesteding. En dan gaat het eigenlijk van hoe gaat het bij ons bij de dagbesteding? Hoe ga ik daarmee om als totale buitenstaander? En ook eigenlijk iemand die totaal niets afwist van het hele dementie. Nee. En ik denk ook dat het heel fijn is voor een mantelzorger. Want ja, een mantelzorger die heeft ook niet gestudeerd om te zorgen. Dat. En toen dacht ik van, ja, ik heb dat boek en nu moet er een voorstelling komen. Dus ik heb het hele jaar hard gewerkt aan een voorstelling. En ook met een acteur die Rudy zou spelen en een muzikant. Dan zeg ik, voelde maar al aankomen. Ja, maar ja. Dat is wel heel jammer. Het zou mijn allereerste grote tour zijn in Nederland. Dus dat echt beginnend aanstormend. Kan je hem uitstellen? Is er volgend seizoen plek voor daar zijn jou, we mee bezig, ja. Ja. En er wordt ook wat corona-proof voorstellingen gemaakt. Dat je voor 30 man 2 keer per avond dan kan spelen. Ja. En kijken hoe dat gaat. Maar hoe dat uitpakt, dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Nee. Ja. Nou, dan willen wij heel graag jou dit podium geven. Ja, want het is dan een soort van nepdebuut. Ja, ja. Ja, ik heb een lied geschreven en het zat ook als liedtekst in een boek. En dat lied dat heb ik uit perspectief van de mantelzorger geschreven. Cool. Dus, ik kan zo nog wel door, heet het. Ik kan zo nog wel even door. Maar eerst, alsjeblieft. Eerst even tekenen. Naar de muur tekenen. Ja. Voor hoeveel mensen ga jij tekenen? 4 mensen. 4 mensen. Ja, het wordt moeilijk, maar je kan het. Manon zet haar handtekening. Manon Kroeze, dames en heren. Met haar soort van nepdebuut bij ons. Met haar nummer Ik kan zo nog wel even door. Terwijl jij grient en heel soms krijg ik uit je
beste vriend. Zo hou ik het ook vol, dat zal ik altijd blijven doen. Niets valt mij te zwaar, ja, ik bedoel, ik ga bijna met pensioen. Ik kan zo nog wel door, gewoon nu zo. Gaat nog wel. Ik wil slapen, jij echt niet. Ik kleed je om, jij wordt boos. Een kusje op je voorhoofd doet me weg. Vind het te kloos. Ik wil slapen, jij echt niet. Je dwaalt rond in de gang. Ik hoor je springen en je lacht. Ik hoor wat klanken en gezang. Ik wil slapen, jij echt niet. Je doet het licht aan in paniek. Trekt de lakens van me af. Kapot gescheurd, ja, hey, maar je wiek. Je trekt je broek uit, gaat staan plassen. De klok slaat dwingend hard. Ondertussen sta je naakt. We beginnen weer bij start. Ik wil slapen, jij echt niet. Maar ik kan zo nog wel door. Gewoon nu zo. Of er mogelijkheden zijn. Soms een dagje lekker weg, even helemaal voor mij. Maar na het fietsen met de groep kom ik ontspannen terug naar huis. Zitten muren vol met poep, je frustreert je. Thank you.
Fantastisch. Dank je wel. Heel veel succes.